Hey, jij ging over dat boek van Poetin vandaag wat vertellen. Ja, het is eigenlijk niet een boek. Het is een boek over Poetin's wars. En dat is geschreven door meneer Galeotti. En volgens wat ik er zo... je klikt even rond om te kijken. Wordt dat beschouwd als een betrouwbare rapporteur van de problemen? Ja, dat is zo. Ik moet zeggen, kan ik het boek ter lezing aanbevelen aan geïnteresseerden? Nou, dan zou ik zeggen, lees het eerste hoofdstuk en lees het laatste hoofdstuk vooral. Maar het leidt aan waar veel boeken over militaire kwesties aan leiden. Namelijk militaire historici, niet allemaal, er zijn ook geweldige militaire historici, maar die leiden aan een kwaal die als spreekwoord heet dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien. De meeste militaire historici zijn magistrale beschrijvers van de bomen. Hoeveel takken eraan zitten en hoeveel blaadjes eraan zitten. En dat er van een vogeltje op de boom zit en dat ze wortels hebben. En nou ja, kortom, ze lullen maar door over die boom en bomen. Daarnaast staat weer een andere boom die net even andere takken heeft. En als gevolg daarvan weet je, nadat je het boek hebt gelezen, nog steeds niet hoe het bos eruit uitziet. Maar her en der doet Galeotti ook hele nuttige uitspraken over hoe het bos er eigenlijk uitziet. Dus dat ga ik nu als het ware verzamelen, want daar worden de hoeveelheid militaire instanties in Rusland die hij beschrijft, dat is ook altijd met een transcriptie van het Russisch in de tussenhaakjes. Dat is werkelijk verbijsterend. Laat ik eerst wat mij het meeste trof in de algemene oordelen die hij uitspreekt. Nee, Rusland is geen militaire grote mogendheid. Dat was het misschien in de Sovjet-tijd, maar dat is het allang niet meer. En bovendien wat nu gebeurd is in het afgelopen jaar, het is nu bijna een jaar geleden, is van een zodanige aard dat het volgens hem zeker 10 jaar zal duren voordat Rusland weer de schade die in dit jaar opgelopen is weer zal hebben hersteld. En dan is het nog maar de vraag of de structurele gebreken van het Russische leger, die wij enorm onderschat hebben, of die dan wel hersteld zullen zijn. Zo meer over de structurele gebreken. Hij zegt ook ergens, het hele idee dat Rusland een georganiseerde, samenhangende, effectieve aanval zou kunnen uitvoeren op West-Europa, dat is lachwekkende onzin. Dat is echt... Ze zou al moeite hebben volgens hem om de Baltische Republieken te veroveren. Nou ja, dat is nu gebleken in de Oekraïne, al zijn de Baltische Republieken natuurlijk wel een stuk kleiner. Maar in feite zegt hij toch, daar waar het scheen alsof het Russische leger vrij effectief opereerde, ook daar zie je eigenlijk al de voortdurende structurele gebreken die nu in de strijd in de Oekraïne opspelen. Dus het algemene teneur is dus, net wat ik vaak genoeg gezegd heb volgens mij, Rusland is, of je nou kijkt naar de economie of naar andere aspecten, naar de militaire macht, Rusland is een tweederangs mogendheid. Dan zullen de luisteraars zeggen, ja, tweederangs mogendheid, maar ze hebben wel de Oekraïne aangevallen enzovoort. Ja, in de eigen kleine beperkte invloedssfeer kan Rusland natuurlijk wel een vuist maken. Zij het dat gebleken is dat die vuist, als bij nader onderzoek blijkt dat hij al 4 vingers mist en dat er een gat in de hand zit en nou ja, dat het eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel voorstelt, omdat het heel gebrekkig in elkaar steekt. Voor de rest zou ik het boek willen verdelen in 2 onderwerpen. Onderwerp 1 is, wat is er structureel mis met het Russische leger? Wat is er al decennia mis structureel met het Russische leger? Wat zullen ze maar heel moeilijk kunnen veranderen aan het Russische leger, als ze niet heel veel gaan veranderen, wat weer heel onwaarschijnlijk is. Dat is A. En B is waarom het in de Oekraïne zo grondig mis is gegaan. Want hij zegt ook, interessant genoeg zegt hij, en hij is echt een militair deskundige eerste klas, heb ik begrepen, dat hij zelf ook nog in de week dat ze tenslotte besloten hebben om de Oekraïne aan te vallen, dacht dat de kans dat dat zou gebeuren niet groter was dan 30-40%. Je begrijpt, dat las ik met een zeker genoegen, omdat ik dergelijke vermoedens met hem deelde en jammer genoeg iets te apodictisch heb uitgesproken. Heb je daar veel last van gehad eigenlijk? Nee, naar mijn gevoel niet.
Ja, je begrijpt de bekende Twitter-reacties natuurlijk. Ja, maar je herhaalt het vaak, dus ik dacht misschien heeft het je wel pijn gedaan dat je het verkeerd voorspeld hebt. Nou, het irriteerde me wel, dat begrijp je zeker wel. Ja, vooral omdat ik dacht, ja, omdat ik anderen wel eens verweten heb van denk eens een beetje beter na. Maar ik zelf had het gevoel, en dat wordt wel ondersteund moet ik zeggen door wat hij erover schrijft, dat ja, op grond van gezond verstandoverweging is het natuurlijk een volkomen krankzinnig besluit geweest. Mm-hmm. En we zullen zo uitleggen waarom het zo'n volkomen krankzinnig besluit is geweest. Ja. En je hebt het nog stevig aangezet eigenlijk de dag voordat het begon volgens mij, hè, bij Op1. Ja, ik zei het lijkt mij gezien de risico's die je onder dergelijke omstandigheden loopt. Kijk, als je één ding kunt zeggen van oorlog voeren, is dat hoe zeker je ook bent bij de start dat je wel gaat winnen, dat je zelfs geweldig gaat winnen, je hebt de vlaggetjes al klaar liggen, mission accomplished, denk aan de jonge Bush op de dek van de Abraham Lincoln, dat vliegdekschip en nou ja, eigenlijk op het moment dat wij de borden lazen, mission accomplished, begon het gesodebieter in Irak met die bermbommen. Hele fijne tank, die M1 Abrams tank, maar niet zo goed bestand tegen bermbommen. Maar ja, dat waren ook weer, wat zei Rumsfeld ook weer. Ja, je moet vechten met de spullen die je hebt. Zei, hij wou er niet veel aan doen. Ik dwaal af. Ik dacht, je loopt enorme risico. Iedereen die besluit om oorlog te gaan voeren, op grond van overweging, ik ga toch makkelijk winnen, die loopt meestal voordat die pap gezegd heeft met zijn kop tegen een lantaarnpaal op. En dan blijkt het helemaal anders te zijn dan ze gedacht hadden. De tegenstander blijkt niet zo achterlijk te zijn als ze gedacht hadden. Er blijken überhaupt tegenstanders te zijn die ze niet verwacht hadden. Nou ja, ga zo maar door. Denk aan de Amerikanen in Irak, niet waar? Een volstrekt mislukte interventie natuurlijk. Die ze tenslotte op pijnlijke wijze hebben moeten afblazen. Nadat ze nog de suggestie hebben gewekt dat het eind nog redelijk functioneerde. Maar waarvan natuurlijk het eindresultaat was wat iedereen die bij zijn volle verstand is had kunnen verwachten. Namelijk dat de Sjiïten natuurlijk in Irak domineren. En dat was iets wat de Amerikanen niet willen. Want je weet, Iran is ook een Sjiïtisch land. En ja, dat betekent dat de Sjiïtische invloed daar in Irak dat die enorm groot is. Het belangrijkste Sjiïtische heiligdom bevindt zich niet in Iran, maar in Irak. Maar goed, dit tussen haakjes. Nu eerst het eerste onderdeel. Wat is er structureel mis met het Russische leger? Nou, in feite vrijwel alles. Wat betreft, het enige wat niet mis is, is de hardware. Het Russische leger is ruim voorzien door de politieke top van hardware, tanks, van alles wat je op dit terrein kunt verzinnen. Dat is er. Maar het is een schitterend voorbeeld van het feit dat je nog zoveel tanks kunt hebben. Maar als in feite het fundament van je leger niet klopt, dan ben je eigenlijk al bij voorbaat machteloos hoeveel tanks je ook hebt. Wat deugt er niet bij de Russen? De logistiek. In de breedste zin van het woord deugt de logistiek niet. Dat betekent dat het eten werkelijk abominabel slecht is. Dat bleek ook in de Oekraïne. Namelijk dat die legerrantsoenen, die waren allemaal ruimschoots over tijd. En er was ook te weinig te drinken. Dus wat was noodzakelijk voor de Russische soldaten? Die plunderden Oekraïnse winkels. Eenvoudig omdat wat ze kregen volstrekt onvoldoende was. De huisvesting van het leger is abominabel. Van tweede, derde rangs kwaliteit in feite. Wat kunnen we nog meer zeggen? Het klassiek fout bij in het leger. Ja, als je geld hebt als leger, dan wil je nieuwe spullen. Hè? De beste raketten, de duurste tanks, de ingewikkeldste toestellen, de fraaiste computerschermen. En daarbij vergeet je dan altijd dat wat je hebt, dat onderhouden moet worden. Sowieso een punt wat in heel brede zin geldt voor onze hele cultuur. Wij zijn altijd voor de nieuwigheid, maar onderhoud, ja, onderhoud, dat spreekt niet tot onze verbeelding natuurlijk. Het onderhoud in Rusland, in het Russische leger, is abominabel. De kwaliteit van de, met name de lagere officieren, is al even abominabel. Volgens hem, Kaliotti, omdat ze bang zijn dat als ze te goed zijn,
de jongere officieren, dat ze dan opstandig zijn tegen de oudere officier. Dat we zeggen, het is een enorm hiërarchisch geordend systeem. Dan heeft hij het op meerdere plekken over de gruwelijke hazing. Hazing is in het Engels zoiets als ontgroenen. He, dus dat die recruten, die wordt schijnen echt verschrikkelijk, verschrikkelijk behandeld te worden. Dat is natuurlijk om het, de vechtlust te stimuleren, is dat niet bijster verstandig. Zoveel is natuurlijk wel duidelijk. Dan is een gebrek aan discipline in het hele Russische leger een ernstig probleem. Dat probleem wordt onderstreept in feite door het alcoholisme wat welig tiert in het, niet alleen in het Russische leger zoals we allemaal weten, maar in de hele Russische samenleving, maar ook in het bijzonder in het leger. Nou ja, nu zijn we al een hele eind op weg, want nu heb je in feite al uitgelegd dat nou juist deze wezenlijke condities, niet waar dat je recruten tevreden moeten zijn, lekker te eten moeten hebben, behoorlijk gehuisvest moeten zijn, dat je officieren ook tegen een hoger officier moeten kunnen zeggen, hé Jansen, dat zit heel anders in elkaar. Want dat leidt er ook toe volgens hem dat jongere officieren weinig geneigd zijn om initiatief te nemen, om iets innovatiefs te doen. Zodat als een geplande actie misloopt, dan ontstaat in het Russische leger onmiddellijk totale chaos. Omdat er niemand is die zegt, ja wacht even, we zouden iets heel anders kunnen doen. Nou ja, ik pik dat van tussen al die ongelooflijk gedetailleerd beschreven bomen, pik ik dit op. Je hebt ook geen idee, wat je trouwens ook in dit Russische leger dus, de hoeveelheid verschillende bureaucratische diensten die je in zo'n leger hebt, dat is verbijsterend werkelijk. Neem aan dat hier niet zo wezenlijk anders is. Heb je ooit wel eens heel even verdiept in de onderwijswereld in Nederland? Dan krijg je dus ook een woud aan commissies, organisaties, overlegconstructies, dat je denkt van, hoe is het mogelijk? Wie bemant dit? Wat is daarvan de bijdrage aan het leren van lezen, schrijven en rekenen? Hè? Wat liet je me zien? Misschien hebben we Nederland ingewikkeld gemaakt. Schrijft president Arno Visser, kijkt terug op zijn 10 jaar bij de Algemene Rekenkamer. Dan zegt hij, we hebben Nederland veel te ingewikkeld gemaakt. Ja. Ik moet zeggen, het is ook een foto die een heel deprimerende indruk maakt. Het is een man die toch evident door het lot geslagen en langzaam en moeizaam een trap afhobbelt. He? Dat is het toch wel. Ja. Nou, terug naar het Russische leger. Dus eigenlijk alle simpele condities die in orde moeten zijn, wil een leger behoorlijk functioneren, zijn niet in orde. Hij zegt, de kans dat ze dat op korte termijn in orde kunnen krijgen, die is nul. Het idee dat het Russische leger in de Oekraïne na een overwintering plotseling een geweldig leger zal zijn, wat enorm efficiënt kan vechten, daar moet je gewoon denken dat dat niet het geval is. Ook die kwalen waar het Russische leger aan leidt, die zijn eigenlijk al jaren bekend. Dan zou je nog kunnen zeggen, nou ja, ze hebben toch in Georgië hebben ze toch orde op zaken gesteld. En kijk eens in Syrië. Syrië is geen goed voorbeeld. Dat is vooral de Russische luchtmacht. Die bovendien natuurlijk te maken had met een tegenstander die geen effectief afweergeschut had. Dus het was altijd heel makkelijk is dat. Amerikanen in Irak, idem dito. Dus dat is in Irak hebben ze wel een soort van indruk gemaakt. Maar als je de oorlog in Georgië, als die iets meer in detail wordt bestudeerd, wat zie je dan? Dat eerst vrijwel alle tanks niet allemaal, maar een aanzienlijk percentage van de tanks raakte al defect in op transport van waar die dingen opgeborgen worden naar Georgië. En in Georgië bleken ze al even kwetsbaar te zijn voor hele simpele tankafweerapparatuur, wat nu ook in de Oekraïne weer gebleken is. Dus ook in Georgië was het toch duidelijk, en ook aan Poetin trouwens, dat het bepaald niet op rolletjes liep. Ja, alleen was de superioriteit natuurlijk in Georgië zoveel groter, dat ze uiteindelijk toch vrij makkelijk dat conflict konden winnen. In Tsjetsjenië heeft Poetin natuurlijk ook
kort nadat hij president was geworden, het conflict gewonnen. Maar schrijft hij toch door Tsjetsjenië wel een enorme hoeveelheid autonomie te geven. Anders was het misschien iets minder goed gelukt in Tsjetsjenië. Nu moet ik even terug eigenlijk te redeneren. Kijk, dat Russische leger, dat was waarschijnlijk al door de mislukte interventie in Afghanistan. Hè, vanaf 1979 hebben ze daar geïnterveneerd. Waarom de Amerikanen precies dezelfde stomzinnige fouten nog eens een keer gemaakt hebben. Dat zijn dingen waar een mens niets van begrijpt. Maar ook de Amerikanen lijden natuurlijk aan de kwaal dat ze altijd denken van, nou ja, dat kunnen wat de Fransen niet kunnen in Vietnam, dat kunnen wij wel. Nee, dat konden zij ook niet. Hè? En het heeft lang geduurd voordat ze daar eigenlijk achter waren gekomen dat zo was. Wat de Russen niet kunnen in Afghanistan, dat kunnen wij wel. Nee, dat konden zij ook niet. En nou ja, we weten allemaal hoe dramatisch en treurig dat avontuur is afgelopen, waar ze natuurlijk veel eerder duidelijk en helder over na hadden moeten denken, in plaats van dit eindeloos voor te laten sudderen. Want het is natuurlijk heel tragisch wat er in Afghanistan gebeurt, sorry voor deze zijstap. Maar de Amerikanen hebben een omvangrijk en heel goed uitgerust leger achtergelaten in Afghanistan, wat totaal niet bleek te functioneren. Hè? Want dat is toch regelmatig. Je kunt verder heel veel slechts van die Taliban zeggen, maar ze konden vechten. Of ze wilden vechten. Sterker nog, ze kunnen en ze willen vechten. Ja, dat is een wezenlijk verschil met het fantastische leger wat Amerika op de been had gebracht. Want dat wilde en dat kon niet vechten. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Dat de meisjes niet meer naar school kunnen. En je moet je wel afvragen, waarom kunnen de Taliban het wel en waarom kon het leger het absoluut niet? Wat zijn daarvan dan de diepere oorzaken? Wat zijn de wortels van dat kennelijk nationale probleem? Maar hoe hadden ze het dan anders moeten doen? Ik heb geen idee. Mijn idee was helemaal niet interveneren natuurlijk. Dan zat de Taliban er ook. Na de Russische avontuur. Ja, dan zat de Taliban er. En dan konden de meisjes ook niet naar school. Ja, maar nu is het nog veel erger. Eerst hebben die meisjes geroken aan een normaal leven. Waarbij je naar school kunt of naar de universiteit. En nu is het weer afgelopen. Hè? We kunnen moeilijk alle meisjes die iets kunnen uit Afghanistan laten emigreren naar beschaafde landen waar ze wel naar school kunnen. Of misschien is dat nog een oplossing. Dat zullen ze misschien wel doen voor een deel. Ja, ze zouden er voor zijn. Laten we de faciliteiten daartoe recreëren, zou ik zeggen. Maar goed, het geeft aan dat ook de Amerikanen, dat je denkt, hoe kun je nou? En dan natuurlijk, ik begrijp ook wel iets van het politieke probleem, dat als je eenmaal tot je knieën in de modder staat, dat je denkt, nou ja, nou niet beweegt, dan zak ik niet verder in de modder. Want als ik natuurlijk mezelf uit de modder trek en ik ga terug naar huis, dan is iedereen boos dat ik met bemodderde poten door de gang loop. Hè? Dat we zeggen, als je zo'n avontuur beëindigt, dan krijg je natuurlijk het verwijt van ja, hè, het is een soort stom, je hebt helemaal verkeerd gedaan, denkend aan het afscheid van Afghanistan. Niet waar, wat een chaotische mislukking dat ook weer was. Dus politici hebben altijd de neiging om, ja, gek genoeg, we hebben het er net over gehad, zo'n stikstofprobleem, ja, als je het op gaat lossen, dan creëer je pijn. En boze mensen en demonstraties en electorale verschuivingen en ik weet al niet wat. Maar wat is erger, het niet oplossen en vooruitschuiven of het oplossen en even de pijn nemen? Ja, je voelt wel dat het laatste natuurlijk in het algemeen historisch het meest verstandige is. Allerlei lui die pijn weten te veroorzaken of die bereid waren om pijn te veroorzaken, die worden achteraf meestal geprezen. Neem de Fransen die in Algerije toch volledig waren vastgelopen in een Algerijnse opstand. Waar allerlei derailementen plaatsvonden die gruwelijk waren. En ja, tenslotte zijn ze er niet uitgekomen en hebben ze Charles de Gaulle benoemd. Die eigenlijk de indruk had gewekt dat hij dat ook heel belangrijk vond dat Algerije behouden bleef. En ja, die heeft gewoon rücksichtloos een eind aan gemaakt. En vervolgens de Vijfde Republiek gestart. Maar die, kijk, de goal was natuurlijk wel iemand die wel bereid was om pijn te veroorzaken. Want dat is heel pijnlijk geweest. Je had ook een soort van opstand ook tegen dat besluit om Algerije dan maar zelfstandig te laten voortexisteren. Maar pijn veroorzaken is een heel lastige zaak, ja.
Maar dan moest ik ineens aan de Brexit denken. Hè? Dat is iets waarbij de suggestie werd gewekt dat het geen pijn zou veroorzaken, maar juist iets heerlijks. Elke dag op tijd heerlijk eten. De zon zou even gaan schijnen. Ja, alles zou in orde komen. De Ferrari's die stonden altijd voor. Auto's zouden op kosmische stralen gaan rijden. Nou, gaan ze maar door. En wat al dat stomme Europa allemaal niet begreep. Ja, en nu begrijp ik uit alle onderzoek dat ze spijt als haren op hun hoofd hebben van dat onzinnige besluit. Mag ik ook ultra-rechts Nederland nog eens oproepen? Kijkt u nog eens naar uw programma zo snel mogelijk uit de Europese Unie. Hè? Als u trouwens denkt van ik voel mij benard in de Unie. Volgens mij is de Unie een totalitaire staat in aanbouw. Wat let u om aardbeien te gaan plukken in Engeland? Daar hebben ze enorm gebrek aan aardbeienplukkers. En daar zijn ze vrij. Ze hebben geen last van de EU. Ze zijn elke dag vrij. Ze dansen door de straten. Ze hebben elke dag een feesthoedje op. Het is ongelooflijk werkelijk. Ja. Nou goed, dit chapitre zal wel niet helpen, denk ik. Maar wrijf je een beetje in je handjes nu van, kijk nu, stommerikken in Groot-Brittannië, dit hadden jullie nooit moeten doen? Ik kan niet laten om hierbij te denken, net goed. Eigen schuld, dikke bult. Staat er weer zo'n man in zo'n straatinterview? Ja, nee, hij stond er nog vrolijk bij te lachen. Ja, hij had wel voor de Brexit gestemd. Hoe dacht hij er nu over? Nou, heel anders eigenlijk. Ja. Ook die, ze zijn uitgebreid gewaarschuwd. Ja. Iedereen heeft kunnen lezen dat die beloftes van die Brexit-club, dat die schaamteloze leugens waren. Maar je hebt het gezien. Het is gebeurd. En de jeugd is in zijn bed blijven liggen. Laten we dat er even bij zeggen. Ja, die hadden er iets aan kunnen doen. Ja, ook heel leerzaam. We waren bezig met iets heel anders, namelijk het boek van Galeotti. En in Georgië was eigenlijk al gebleken dat er van alles fout zat. Daar kon makkelijk gewonnen worden. Maar goed, daar zijn ook wel conclusies uitgetrokken. Er zijn toen, 200 generaals ontslagen. En, nou, de zaak is hard aangepakt, maar de onderliggende problemen, die simpele dingen, discipline, behuizing, voedsel, onderhoud. Dat is natuurlijk ook lastig te veranderen als er een traditie is dat je dat eigenlijk niet belangrijk vindt en niet interessant vindt. Wat ik heb gelezen zelfs over het Amerikaanse leger, wat natuurlijk toch van een heel andere aard is. Ook daar hebben ze, als er extra geld komt, natuurlijk veel liever een achterlijk duur toestel. He, dat is die nieuwe stealth-bommenwerper, die B-21. Dan, want ook daar, ik begreep ook in de Verenigde Staten is er vaak gebrek aan ammunitie. Ook een klassiek probleem in legers. Zodra er gevochten wordt, is de ammunitie in 2 maanden op. Ja, dan moet je zorgen dat er meer is. En dan moet je dat zo arme Russen dus. En wat bleek ook wel, dat de ammunitie vaak in Rusland van abominabele kwaliteit is. Aangezien die niet afgaat. De zogenaamde duds. Goed, dat is de kant van de structurele gebreken van het Russische leger, waarvan Galeotti zegt, de kans dat ze dat op korte termijn in de greep krijgen, de kans dat op korte termijn dit een werkelijk efficiënt opererend apparaat zou zijn, is buitengewoon klein. Nu dan de hele kwestie van de aanval op de Oekraïne. Hij zegt, ja, die aanvankelijke operaties daar, dat herinner je nog wel, dat begint in 21, steeds meer troepen langs die grenzen en gingen daar geweldige oefeningen doen, samen met de Wit-Russen en zo. Kijk, zei ik, dat was intimidatie, die feitelijk heel effectief werkte. Want Oekraïne had moeite om investeringen aan te trekken, veel investeerders dachten, ja, hoe gaat dat lopen daar in de Oekraïne, daar worden we niet gelukkig van. Kortom, Galeotti schrijft, eigenlijk was Poetin al bezig om die oorlog te winnen. Maar hij heeft tenslotte besloten om iets heel anders te doen. Volgens hem pas in een relatief laat deel van dat traject. Vandaar die 30-40% kans dat hij het zou doen. Volgens Galeotti zelfs in de week voordat hij het tenslotte deed. Hij zat er dus ook naast. Met, denk ik, om dezelfde redenen.
Namelijk dat hij zegt, ja, Poetin moet toch bevangen zijn door een soort ideologische wanen. En hij zegt, ja, Poetin was sterk geïsoleerd geraakt in de COVID-jaren. De meeste beschrijft nog wat mensen die met een contact moesten hebben met Poetin, wat die overkwam. Die werden opgesloten en die moesten dan 2 weken lang in observatie om te zien of ze geen COVID hadden. En daarna moesten ze waarschijnlijk pas aan die lange. Daar moesten natuurlijk die tafels zo groot zijn. Dat hij vertrouwde Macron voor geen cent natuurlijk. Die zou hem ook kunnen besmetten in feite. Dus er wordt gesproken in het boek van een opulent bubble. Dus een hoe moet je dat zeggen, een dure, rijk, hartig, uitgeruste bubbel. Dat Poetin dus eigenlijk ook een beetje de contact met de werkelijkheid had verloren. Want, zegt hij, die hele onderneming tegen de Oekraïne was een rampzalige zaak. Waarbij hij eigenlijk toch claimt dat het plan om tenslotte om het te doen, dat afkomstig was van Poetin en zijn kring. En dat daarom eigenlijk serieuze voorbereidingen die een echte generale staf zou hebben gemaakt, niet zijn uitgevoerd. Dus hij zegt, de echte generaals, als die het hadden moeten doen, of die opdracht hadden gekregen, niet natuurlijk die sycophanten zoals Gerasimov en dat soort van lui, maar eigenlijk lui die verstand hebben van vechten, dan was het wel beter georganiseerd dan het nu georganiseerd was. Hij zegt, kijk, niet alleen heette het een uitzonderlijke militaire actie, het was eigenlijk een soort politionele actie. En dat was natuurlijk uiteindelijk gefundeerd op het totaal onjuist verwachtingspatroon ten aanzien waartoe de Oekraïne in staat zou zijn. En hij zegt, ja, eigenlijk in alle stadia is in Rusland de ontwikkeling van het nationalisme in de Oekraïne is onderschat. En vervolgens hebben ze dus in feite die politionele actie uitgaande van, ja, dat is dat verhaal over die gala-uniformen die ze bij zich hadden in de tank. En ze dachten, het is zo gepiept en dan gaan we een fijne parade houden in gala-uniformen. En nou ja, dan zijn wij de baas in de Oekraïne. Nou ja, we weten nu allemaal. Want hij zegt, als je kijkt naar de planning van die politionele actie, laten we het even zo noemen, dan is dat werkelijk van een uitzonderlijke stupiditeit. Daar was natuurlijk ook weer het onderhoud, denk aan de Chinese banden, waar je maar een heel klein eindje op kon rijden en dan vielen ze in brokjes uit elkaar. Denk aan die file richting Kiev. Hè. Dat geeft Kiev, geven ze eigenlijk na 4 weken al op en dan verdwijnen ze daar. En eigenlijk alleen in het zuiden, daar waar ze opereerden vanuit dat deel van de Oekraïne, waar ze al een tijdje bezig waren samen met die separatisten, is het enigszins redelijk gegaan, maar als geheel is het een werkelijk verbijsterend incompetente militaire onderneming geweest. Waar hij ook over schrijft van, je moet niet verwachten dat de Russen op korte termijn ineens een enorm efficiënt leger zullen hebben. Want ook als ze mensen mobiliseren, laten we zeggen, er wordt nu ook gesproken van dat er misschien 100.000 of 200.000 man extra naar dat front kunnen, dan gelden daarvoor weer precies dezelfde beperkende bepalingen als die ik al geschetst heb. Namelijk dat die slui slecht geoefend zijn, dat die lui slecht eten hebben, dat die slui slecht gehuisvest zijn, dat de apparatuur die ze hebben niet goed werkt of kapot is of nou ja, niet up-to-date is in ieder geval. De kans dat op korte termijn allemaal gerepareerd kan worden is bijzonder klein. En bovendien is natuurlijk de vechtlust van de Oekraïners die is groot. En de vechtlust van de Russen, die is klein. Vergeet niet, dat is een factor van absoluut doorslaggevend belang. Dus eigenlijk zegt hij met zoveel woorden, hij zegt zelfs ergens in dat slothoofdstuk, volgens hem is de kans dat de Russen het hele gebied van de Donbass, wat ze nu bezetten, hè, kijk even naar wat je op die kaartjes ziet, dat ze dat blijvend onder controle kunnen houden, is volgens hem niet groot. Hij zegt ook van, kijk nou eens hoe gek eigenlijk die hele invasie was. Hoe groot is de Oekraïne? De Oekraïne is groter dan Frankrijk. De Oekraïne heeft 40 miljoen inwoners.
En dat zou je dus moeten bezetten in no time, in een politionele actie, met een krijgsmacht van 200.000 man. Dat is volstrekt de illusiepolitiek. Dezelfde illusiepolitiek, wat doet ons dat aan denken dan Rumsfeld in Irak? Hè? Dat Pentagon had 400.000 man, dat leek ze wel nodig. Irak heeft het ook nog niet eens trouwens. Het is natuurlijk een ander land dan Oekraïne, maar toch. En ja, Rumsfeld zei, ja, daar begin ik niet aan. Hè, want dit is een moderne, flitsende militaire actie. En allemaal gelul, dus we hebben aan 100, weet ik het wat er tenslotte heen gegaan is, 125.000 man hebben genoeg. Maar het Pentagon was daar diep ongelukkig mee. Ook hier zie je dus weer dat zodra de politici zich gaan bemoeien met wat er precies militair moet gebeuren, dan hebben ze geen idee waar ze het eigenlijk over hebben. Een vast thema in dit hele boek is: Poetin is nooit in dienst geweest. Daarom heeft hij geen idee hoe dat daartoe gaat, hoe dat in elkaar zit. Sterker nog, hij is bij de KGB gegaan, want dan hoefde hij niet in dienst. Hè? En hij zegt ook een groot deel van de kring rond Poetin is nooit in dienst geweest. Heeft geen idee hoe het daartoe gaat. Kijk, maar Hitler was wel in dienst en dat is ook niet goed gegaan. Nee, dat ben ik met je eens. Maar dat is niet goed gegaan. Het is nou ongelukkig dat je Hitler noemt. Want je kunt ontzettend veel zeggen van de Duitse Weermacht in 1940. Tegenwoordig heet het ook niet meer de Weermacht natuurlijk, maar das Heer. Ja, ze moest iets anders verzinnen natuurlijk. Weermacht klonk niet goed. Ik zou zeggen dat de Duitse Weermacht in 1940 een voorbeeldig leger was. Verreweg het beste leger ter wereld. En in allerlei opzichten, ondanks de veranderende omstandigheden, tot het eind van de oorlog ja, tenslotte desintegreerde alles, een verrassend effectieve vechtmachine was. Net precies wat het Russische leger, althans nu, niet was. Het Russische leger heeft in de Tweede Wereldoorlog wel veel geleerd. Door met name af te kijken hoe de Duitsers dat deden. Maar waar we het vaak over gehad hebben, de Duitse aanval op Frankrijk, niet waar, in de lente en zomer van 40. Dat is een, wat je er verder van mogen denken, een schitterende militaire operatie. Die overigens altijd natuurlijk als tegenhanger heeft de incompetentie van de tegenstander. Ja? Je kunt ook denken aan de Israëli's in de Zesdaagse Oorlog. Ja? Je hebt een incompetente tegenstander nodig om fantastisch te scoren. De hoogste score ooit bereikt bij de slimste mens was 600 of zo. Per gratie van het feit dat de twee andere kandidaten daar echt hopeloos weinig van terecht brachten. De Amerikanen waren toch ook wel snel in Bagdad? Dat ging toch ook wel voortvarend? Ja, ze waren no time in Bagdad, ja. Maar met name toen ze eenmaal in Bagdad waren, bleek natuurlijk dat ze veel te weinig mensen hadden. Kijk, doorstoten naar Bagdad, dat gaat nog wel. Maar wat dan? Hebben ze het beeld nog over naar beneden getrokken, weet je wel, met die panzerwagens. En toen begonnen die plunderingen in Bagdad. Werk, alles wat los en vast zat, is geplunderd toen de Amerikanen daar al waren. En dat zei Rumsfeld, ja sorry, maar we zijn er niet, we zijn geen politieagenten. We hebben gewoon alleen Saddam Hussein weggejaagd. Dat duurde nog een hele tijd voordat ze die in dat keldertje gewonnen hadden met die baard. En zijn $200.000 die hij daar in contanten in dat keldertje had ondergebracht. Dus nee, bij bezetting moet je constateren dat dat de Amerikanen veel te weinig personeel hadden. Omdat ze er gewoon niet goed over nagedacht hadden. Maar het lukte ze wel om de hoofdstad te veroveren. Dat lukt de Russen nu ook niet. Nee, dat is de Russen niet gelukt. Kiev zal niet veroverd worden. Je kunt er natuurlijk van alles op afschieten. Ik begrijp uit de cijfers dat ze steeds effectiever zijn in het neerschieten van die onbemande bommen, zal ik maar zeggen. Of van die kruisraketten, drones, of hoe je ze precies wil noemen. Maar nee, de Kiev gaat niet veroverd worden. En ja, in allerlei opzichten is natuurlijk het Oekraïense leger is een nieuw leger. Wat ook misschien daardoor niet al die slijtageplekken heeft die het Russische leger onvermijdelijkerwijs wel heeft. Al begreep ik toch dat ook in het Oekraïense leger wel degelijk sprake was van corruptie. Met name dat het voedsel veel te duur was. Kennelijk is dat de manier om als officier, zeker in de logistieke dienst, om te sjoemelen.
Hè, dat je met dat voedseltje ook waardeloos voedsel of totaal verouderd voedsel of veel te duur voedsel. Nou, dit is de manier om waarschijnlijk flink wat geld achterover te drukken. Dus daar moeten we maar goed op letten. Ik heb geen idee hoe dat bijvoorbeeld in Nederland, of daar gewoon niet pakken met pennywafels worden uitgedeeld. Ik heb geen flauw idee. Moet ik je eerlijk bekennen. Ja, ik ben natuurlijk ook in dienst geweest. En ja, wat viel mij daar nou op? Nou ja, het comfort was niet groot, maar het was ook niet vies of armetierig. Ja, het is nooit fijn om met 16 andere jongens op een kamer te moeten pitten in van die stapelbedden. Maar wat de voedsel werd in het algemeen niet erg gewaardeerd door de recruten, is mijn indruk. Ja, kun je daar iets... Wat vond ik ervan? Ik heb het er vaak over gehad, naar mijn idee. Ik heb altijd moeilijk met hiërarchische apparaten, waar je dan een bezwaar naar voren brengt. Is dit nou wel verstandig of moet dit nou? En dat je dan altijd afgebekt wordt, dat het is altijd zo geweest, niet lullen. Volgens hem heb je praatjes, dan blijf je het weekend binnen. En zo zijn we hier getrouwd. Ja, dat ging over het exerceren. Wij werden opgeleid tot tankcommandant. We moesten alles maar exerceren, anderhalf uur per dag. Uit links uit de flank, rechts uit de flank. Pas op de plaats, ik weet ik veel, zeg, en dat duurde maar. Dus tenslotte zei ik tegen die wachtmeester, want het was de cavalerie. Een wachtmeester, zeg gewoon, wachtmeester, heeft u de indruk dat we daar iets aan hebben in de tank? Ja, dan zei hij gewoon dat je je snavel moest houden. Terwijl het natuurlijk van een zeldzame zinloosheid was. Want ik gaf nog wel het voorbeeld, geloof ik. Ik heb nog wel gezegd dat het in Napoleons tijd nog wel enige zin had. Maar nu niet meer zo, nou ja. Het ging altijd fout tussen mij en het gezag. Dat is... nou ja, je las altijd, ik weet absoluut niet meer hoe dat nu is, maar dat in het Israëlische leger, dat er veel meer mogelijkheden waren voor mensen om afwijkende meningen te hebben, initiatief te nemen, iets heel anders te doen. Of dat ook zo is, dat durf ik niet te zeggen, omdat dat natuurlijk... Een zekere neiging is natuurlijk om hagiografie te schrijven over het Israëlische leger. Dus ik weet niet zeker hoe dat zit. Maar dat is wat je altijd las. Dat ze daar helemaal niet hun onderbroek op mesbreedte hoefden te vouwen. Als ze maar behoorlijk konden vechten. Nou ja, dat is in grote trekken is dat Galiotti. Die eigenlijk vrij cru is in zijn eindoordeel over het Russische leger. En met name ook over natuurlijk de imperiale ambities van Rusland. Want hij zegt, dat is gewoon allemaal kletskoek, dat kunnen ze, nou, als naar Oekraïne iets gedemonstreerd. Hij zegt, ja, hoe formuleert hij het heel elegant? Hij zegt, kijk, het ging Poetin erom te demonstreren dat Rusland nog steeds een grote mogelijkheid is, in het bijzonder in militair opzicht. Denk aan al die juichverhalen van de afgelopen jaren, de Russische leger gemoderniseerd, nou, allemaal topspullen. En zegt hij, nou ja, wat heeft de Oekraïne aangetoond? Dat Rusland geen militaire grote mogelijkheid is. Heel, heel simpel. Hij heeft wel veel impact ook op ons nu in Europa. Enorm, maar tijdelijk. En in alle opzichten een hele positieve impact, laten we wel wezen. De NATO breidt zich uit met Finland en Zweden. Zodra die verkiezingen in Turkije achter de rug zijn, zal Erdogan wel akkoord gaan met de toetreding van Zweden. We zijn natuurlijk de speen van de goedkope gasleveranties van Rusland. Zijn we nu kwijt? Ja, was even paniekerig en ja, veel mensen hebben veel meer moeten betalen. Dat was heel vervelend, dat geef ik toe. Maar uiteindelijk heeft Europa dat er toch niet slecht afgebracht. Wie had nou gedacht dat in een jaar eigenlijk redelijk in orde, de energieprijzen dalen, toch? Ik verwacht elk moment dat mijn standaardbedrag weer verminderd wordt. Eerst hebben ze het vermeerderd en nu moet het van mijn idee maar verminderd worden. Dus ja, als ik het goed zie, wat we toch niet verwacht hadden was hoe efficiënt de Europese Unie zou reageren op de gebeurtenissen. Dat bijvoorbeeld ook die financiële problemen, dat de ECB meteen rekening hield met de problemen tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. In het algemeen zou ik zeggen, hoe gek dit ook klinkt, kijk... Die oorlog is een drama voor de bewoners van de Oekraïne. Daar hoeven wij niet moeilijk over te doen. We zien die beelden dagelijks. Dat is gruwelijk om te zien. Maar voor het Westers bondgenootschap
En volgens het westers zelfbewustzijn is het zonderling genoeg een enorme opsteker. Daar zitten natuurlijk wel rafelrandjes aan. Wat gebeurt er met Biden? Wie wordt de president in 2024? De rafelrandjes zijn met name natuurlijk dat de grote garandeerder van dit bedrijf, ja, dat hij niet te vertrouwen valt. Dat hij zonder problemen in handen kan vallen van de dorpsgek. En als je al die lui ziet, die republikeinen uit al die rare districten, dan komen we van die dikke mannen die, nou ja, hoewel Marjorie Taylor Greene is een, dat is een van alle, dat is een vrouw met samenzweringsgedachten, zal ik maar zeggen. Nou, wou ik nog iets zeggen, wat ook heel nuttig is in dat boek van die Galeotti. Ja, u mag het best proberen te lezen, maar ik kan me niet voorstellen dat u niet na een paar hoofdstukken denkt, ja, nu weet ik het wel, met weer een Russische instelling met een volkomen onuitsprekelijke naam. Maar er staan ook enorm nuttige dingen in. Oh ja, zeg van ja, die Amerikanen worden enorm geprezen vanwege al die spullen die ze naar de Oekraïne sturen. Maar heeft u zich wel gerealiseerd dat dat precies 5% is van het Pentagon-budget van dit jaar? Dus dat, erg veel pijn leiden ze er ook niet door. Hoe valideer je eigenlijk wat hij zegt? Want wat voor achtergrond heeft hij waardoor hij dit... Hij heeft eindeloos veel boeken geschreven over Rusland. En ja, je checkt even wat andere mensen vinden van zijn opvattingen. En ja, over de hele linie is hij een betrouwbare getuige. Weet ik zeker dat alles wat hij beweert dat volkomen juist is? Nee, dat weet ik natuurlijk niet, want ik ben geen militaire deskundige. Hij is wel een echte militaire deskundige. Mm. En je begrijpt ook dat vrijwel alles wat hij schreef, daarvan dacht ik, ja, dat moet natuurlijk zo zijn. Ik heb zelf altijd overal volgehouden, Rusland is een tweederangs mogendheid. En Rusland is ook militair een tweederangs mogendheid. Dat een tweederangs mogendheid in Europa nog een hoop ellende kan veroorzaken, is een andere kwestie. Maar ik ben ook tegen, en dat, hij zegt dat overigens nergens, om over een wereldoorlog te spreken. Rusland is geen land wat een wereldoorlog kan voeren. Daarvoor heeft het niet de productiemogelijkheden. Hij zegt ook ergens, de vergelijking Rusland met de Verenigde Staten is lachwekkend. Het is gewoon, ja, dat is een dwerg met een reus. Ja, want alleen al het bruto product van Rusland is dus iets groter dan dat van Spanje. Ruim 2 keer zo groot als het Nederlandse. Maar je zou er ook van opkijken als middelkoop op de tv zou zeggen dat wij ook een partner zijn in een wereldoorlog. Dat is toch bepaald niet het geval. Nee, Rusland is... Hij heeft geprobeerd om het, laten we zeggen, op te stoten in de vaart der militaire volkeren. Het imperiale Rusland. Het imperiale Russische volk. En kijk eens wat er van gebeurd is. Schrijft hij ook iets over het mogelijke einde van de oorlog? Ja, eigenlijk dat is wel iets minder stukje. Althans, daar word je iets minder opgewekt van. Dat hij natuurlijk ook ervan uitgaat dat het zich zou kunnen ontwikkelen tot een lange, lange, lange slepende onderneming. Omdat hij het ook een lastige zaak vindt als de Oekraïne alle Russen van zijn grondgebied zou willen verwijderen. Dat toch een lastige onderneming wordt. Omdat, ja, nadat dit allemaal geconstateerd is, Rusland is wel een groot land met 2 keer zoveel, 3 keer zoveel inwoners als de Oekraïne. Hij wijst er wel op, daar heeft hij een uitgebreide passage over, demografisch staat Rusland er slecht voor. Ja, dus laten we zeggen, de productie van jonge mannen, die laat sterk de wensen over. Maar goed, demografisch is heel Europa natuurlijk een beetje een knekelhuis. Hè? Precies. En die jonge Russen zijn ook voor een deel weer weg naar een andere land? Ja, die zijn allemaal, hebben die de benen genomen natuurlijk bij die mobilisatie. En die zullen ook, als dit zaak blijft slepen, en ze worden daar natuurlijk in die gehaktmolen aan dat oostelijke front gegooid, dan zullen nog meer jonge mannen natuurlijk wel besluiten om te vertrekken. Ja. Dan zal het wel niet zo simpel zijn. Ja. En bovendien zit je natuurlijk met het probleem, ja, wat doe je met de veiligheid van de Oekraïne op lange termijn? Hij zegt ook wel, ik heb dat even nu tactisch overgeslagen, dat het idee natuurlijk van Poetin van, oh jee,
straks wordt de Oekraïne lid van de NATO, dat dat wel degelijk gestimuleerd is door dat achterlijke beleid van de jonge Bush, die toen in 2008, niet waar, zij van samen met Polen voorgesteld heeft om Oekraïne en Georgië lid van de NATO te maken. Nou ja, Georgië heeft meteen die zomer al de ellende beleefd van een Russische aanval. Al weten we nu hoe gebrekkig ook dat heeft gefunctioneerd. Maar ja, hoe dat precies... hij zegt wel van, met name natuurlijk de bezetten van de Krim, het schiereiland van de Krim, dat is wel degelijk natuurlijk gemotiveerd. Ja, als je grootste marinebasis op een schiereiland ligt, wat eigenlijk van een ander land is. Nou ja, je weet hoe gek die geschiedenis van de Krim, die bij de Oekraïne hoort, maar eigenlijk niet in elkaar zit. Maar goed, daar wordt ook heel verschillend over gedacht. En hoe weet hij deze beweegredenen van Poetin? Dat is toch niet alleen maar doorschrijven, dan moet je toch ook wel inside information hebben? Ja, van hij is voortdurend in Rusland. Toen ik daar en daar zat, toen ik het met die en die over dat en dat had, toen, ja. Dat wordt steeds beschreven. Oké. Het Internationaal Onderzoekscentrum voor die oorlogsmisdaden in Oekraïne komt ook in Den Haag. Hè? Daar werd al over gesproken een tijdje. Hartstikke leuk. Maar wat heeft het te betekenen? Niks. Nee. Aangezien de schulden niet voor het gerecht gebracht worden. Puur symbolisch. Dat hebben we natuurlijk met MH17 toch ook al gezien. Ja. Ja, ze zijn veroordeeld, maar dat helpt niks. Ja. Oké, dus het boek is een aanrader. In die zin alleen het eerste hoofdstuk en het laatste. En de rest moet je een beetje... Ja, lezen een uitgebreide bespreking of zo. Ja. Er zijn nog wat andere vragen binnengekomen, Maarten, of je al last hebt van de stakingen op verschillende plekken, onder andere bij de afvalverwerking. Ja, ik heb mijn vuilniszakken weer naar binnen moeten halen. Want het is ook een die had ik buiten gezet, dat moet hier maandagavond. Ja, en de volgende dag stonden ze er nog. Ik had het kunnen weten, maar ja, het is een soort automatisme. Dus dan heb ik ze weer naar binnen gehaald. Vind je staken maar goed? Maar ik liep door de burgemeester Rijkenstraat en er lagen enorme hopen rotzooi. Er wordt nog een hele opruimerij na een week, dat kan ik je wel vertellen. Ja, het stakingsrecht is een vanzelfsprekend recht naar mijn idee. En ik ben ervan overtuigd dat er niet zomaar voor de lol gestaakt wordt. Nee, dat denk ik niet. Omdat natuurlijk dit is ook weer typisch een sector waar waarschijnlijk belazend betaald wordt. In het OV ook weer, hè, komende week? Ja, ik gebruik het OV niet meer. Ik ben te oud voor het OV. Hmm. Heb je zelf ooit gestaakt? Nee hoor, ik heb nog wel eens... ik weet niet wanneer dat was. Hoopte ik dat de studenten dat die de universiteit zouden bezetten. Dat was in de tijd, hadden de studenten die hadden Tilburg, de Tilburgse universiteit bezet. En die was toen ook omgedoopt in Karl Marx Universiteit. Wat al erg op onze legspieren werkte natuurlijk. Katholieke Universiteit Tilburg. Zie de afkorting. En toen hoopten wij wel als jonge medewerkers dat Utrecht ook zou worden bezet. En dat wij langdurig dan bijvoorbeeld de Vladimir Lenin Universiteit zouden zijn. En dat we gewoon rustig thuis konden gaan zitten. Ja, daar hebben we wel spottend over gesproken in die tijd. Allemaal een beetje poppenkast van die studenten, moet je zeggen. Maar nooit gestaakt. Ik heb zelf nooit gestaan. Ik heb ook, zoals je weet, nooit gedemonstreerd. Daar waren mijn kennissen wel in de jaren 60 wel verontwaardigd over. Want die demonstreerden regelmatig tegen het wereldleed. Maar ja, ik heb er nooit het nut van ingezien. Dat je dan met z'n 200, vooral op zo'n dag als deze, door de Utrechtse binnenstad moest lopen en scanderen.